Er waren natuurlijk een aantal functies die nu in dit centrum zitten, bestonden al in het dorp. En die zaten verspreid over het hele dorp. Om die functies te kunnen behouden is eigenlijk bedacht van we moeten dat bij elkaar gaan brengen. Dan kunnen ze elkaar aanvullen, versterken. En zo zijn er al verschillende functies van, uit het dorp zijn hier in het centrum gebracht. En de plek van de supermarkt, hier zat ook vroeger een supermarkt. Alleen de vorige eigenaar wilde ermee stoppen. Er is een opvolger gezocht. En in het centrum hopen we ook nieuwe functies, nieuwe verenigingen te kunnen aantrekken. Er zijn eerst diverse plannen geweest vanaf het moment dat ik er dan bij betrokken geraakt ben. Daarvoor zijn ze ook al lang mee bezig geweest. Maar op het moment dat ik bij betrokken geweest, geraakt ben, zijn er heel veel verschillende plannen geweest. De supermarkt zit nu aan de voorkant rechts, maar die heeft ook wel eens links voor gezeten, links achter, links, overal. Zo ook met de gymzaal, die heeft ook op alle mogelijke plekken gezeten. We zijn steeds gezocht naar een optimaal plattegrond. We hebben het over het begin gehad en een concept uitwerken, zeg maar. Er zit een dorpshuis voor jongeren en voor ouderen. Waarin wijkt dat nou af van bijvoorbeeld een school? School is heel helder. Je hebt de docenten en de leerlingen. En daar heb je met die twee groepen heb je te maken. In zo'n centrum heb je natuurlijk met veel meer groepen te maken. Je hebt de fanfare, de toneelvereniging. Ruimtes moeten geschikt zijn voor heel veel verschillende dingen. Een kapper misschien. Dus je hebt veel meer groepen waar je rekening mee moet houden. En die moeten naast elkaar en met elkaar in zo'n gebouw kunnen samenwerken. En dat is wel een groot verschil hoe je met zo'n opgave omgaat. Ja. Moeilijker ook. Het is lastiger. Lastiger, want iedereen heeft zijn eigen wensen en zijn verlangenlijstjes. En soms conflicteert dat wel eens met elkaar. Ja. Maar dat is ook het uitdagende van zo'n opdracht. Die komt niet terug, maar dan moet ik hier. Wat ik hier bijzonder vind is dat jong en oud elkaar hier kunnen ontmoeten. En ik hoop dat bepaalde functies nog verder uitgebouwd gaan worden. Kijk, destijds de gedachte van misschien kunnen ouderen uit het dorp hier eens in de maand samen eten. Ik weet niet of dat nu al gebeurt. Dan moet natuurlijk ook iemand zich weer, moet dat op zich nemen. En dat soort zaken. En dat er daar ook contacten gelegd kunnen worden tussen jong en oud.